ik zag iets in mijn tas bewegen en dat seconde lang. Ja, aan mijn hoela, dat geloof ik dus gewoon niet. In Dashcam laten we u gevaarlijke en opmerkelijke verkeerssituaties zien in Nederland. Holy fuck. Hoe konden ze ontstaan en wie zijn de mensen die soms met gevaar voor eigen leven moeten handelen? Ja, deze mevrouw is duidelijk met heel andere dingen bezig dan met auto rijden. Vandaag rijdt de Dashcam over de A1 bij Barneveld. Daar wordt Angelo Moscato geconfronteerd met een roekeloze rijder. Het oogde niet als een agressieve rijder of zo. Angelo is op weg naar zijn werk in Barneveld, wanneer het vlak voor hem vreselijk misgaat. Op een gegeven moment het hele verkeer ging remmen, behalve die ene auto. De Volkswagen Golf rijdt met hoge snelheid in op een witte Toyota, die achteraan in de file staat. In de auto zit Stefan Wattimena, die het heftige ongeval niet ziet aankomen. Ik voelde op een gegeven moment dat ik wat keihard werd aangereden. Vreselijk om dit te zien. We hebben de beelden ook even rustig kunnen bekijken om te zien hoe snel de golf gaat op het moment van de crash. En wij kwamen uit op een snelheid van minimaal 100 km per uur. Door de enorme klap belandt Stefan op miraculeuze wijze in de berm, waar hij vreest voor zijn leven. Ik dacht echt van toen ik in de berm lag van, nou nu ben ik er geweest. En je hart klopte in je keel. En het feit is dat je zeg maar, komt te overlijden, zeg maar. Dan is dat zeg maar de doodsangsten zeg maar, die ik heb meegemaakt. Meerdere getuigen zien het heftige ongeval voor hun ogen gebeuren en haasten zich meteen naar Stefan. Omdat Angelo in een rolstoel zit, besluit hij in zijn auto te wachten totdat de hulpdiensten er zijn. Je weet gewoon even niet wat je moet denken op dat moment. Dat gaat allemaal zo snel. En juist daarom is het voor veel omstanders een raadsel wat er precies gebeurd is. De vrachtwagenchauffeur dacht dat ik zeg maar de macht over stuur was verloren en mezelf had gelanceerd in de berm. Ja, dit moet vreselijk geweest zijn voor Stefan. Je hebt al iets naast meegemaakt en ontstaat er ook nog onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd. Wat een geluk in dit geval dat Angelo achter hem reed met een camera, wat weer pleit voor meer dashcams op de weg. Ik was blij, maar ik was eigenlijk 5 minuten later ook heel erg boos. Want de beelden confronteren Stefan met het feit dat de vrouw secondenlang haar aandacht niet op de weg heeft gehouden. In een telefoongesprek met de bewuste vrouw eist Stefan een verklaring voor het rijgedrag. Iets waar ze in eerste instantie niets over wil zeggen. Maar na enig aandringen komt ze toch met een opmerkelijke uitleg. Het werd afgeleid door iets wat op de passagiersstoel bewoog. Dus dat iets in de tas wat bewoog en was daardoor het werd afgeleid. Ja, ik zag iets in mijn tas bewegen en dat seconde lang. Ja, aan mijn hoela, dat geloof ik dus gewoon niet. Dit is gewoon roekeloos rijgedrag, want met deze snelheden heb je gewoon je ogen op de weg te houden. En doe je dat niet, ja, dan ben je gewoon helemaal verkeerd bezig. Gelukkig zijn ze bij justitie daar ook van overtuigd en hebben nu een wet in voorbereiding die het gebruik van een smartphone achter het stuur even zwaar moet bestraffen als het rijden onder invloed. Ondanks de enorme klap houdt Stefan gelukkig geen zware verwondingen over aan dit ongeval. Wel heeft hij nog altijd moeite zijn rechterhand te bewegen en heeft hij mentaal een enorme dreun gehad. Je bent wel een ander mens gelijk na het ongeluk. Je reageert op een bepaalde manier op dingen. Je hebt een kort lontje. En dat heeft natuurlijk te maken met dat je een traumatische ervaring hebt gehad. En dat moet je natuurlijk op een of andere manier verwerken. Ja, laat dit voorval weer eens een wijze les zijn voor bestuurders die achter het stuur zitten te appen, mailen, bellen of met hele andere dingen bezig zijn in het verkeer. Het is gewoon asociaal gedrag. Je brengt niet alleen jezelf, maar ook anderen ermee in gevaar. Dus één raad, kappen ermee. Heeft u ook een video gemaakt met uw dashcam? Of kent u een verkeerssituatie die levensgevaarlijk is? What the fuck? Mail dan de redactie en wie weet zien we uw video dan een volgende keer in Dashcam.